Dus daardoor is het koppelen gewoon echt eng. Sarah en ik zijn TikTok aan het installeren. Nou, oh ja. Poging 241. Nee. Het is zondag. Sarah heeft de kamer overgenomen. Die heeft een Spotify playlist. Die staat op. En ze is druk aan het knutselen. Wat zeg je? Deze is voor Noah. Oh, wat mooi. Zo, mijn stem slaat over vandaag. Dat is niet normaal. Cool zeg. Lekker ding. Mama, mag ik hier wat inplakken voor Noah? Wat wil je erin plakken dan? Een snoepje. Gaan we zo voor kijken, oké? Okay. Ik ben aangekleed en opgemaakt. Ik heb deze top van Mango aan. Die heb ik best wel lang al, maar ik heb hem eigenlijk nooit aan. En ik vind hem echt zo verschrikkelijk leuk. Broek, levi's en schoenen van Guess. Sarah is met de knijtjes bezig, dus ik ga even kijken hoe dat gaat. En we moeten ze nog steeds helemaal bij elkaar zien te krijgen. Maar het blijft spannend omdat Bodie nog zo klein is. Dus daardoor is het koppelen gewoon echt eng. Daar is kleine Bodie. En ik mag hem dadelijk te vast houden. Je mag hem dadelijk knuffelen. Bodie! Oh, heb je even chill tijd? Sarah en ik zijn TikTok aan het installeren. Daar wilde ik elke keer niet aan. Maar nu met de vakantie is het toch wel heel erg leuk. Dus we hebben nu een account, hè? Mm. En als je ons wilt volgen, we zijn ook op TikTok Mama op Hakken. Dus dat is helemaal leuk. We hebben nu wel geteld 1 volger. Maar hij staat er ook 1 minuut op. Dus dat mag. Gaan we zo een video opnemen? Natanja volgt ons, kijk. Leuk hè? Ja. Komt goed. Komt Nikki het ook doen? Ja, we volgen Nikki wel. Nikki, Natanja, Nona en Julie volgen wij. En Lola heb ik gevraagd. Ja, en iemand die we niet kennen. We zijn onderweg naar het park. Oh, even wachten. We zijn onderweg naar het park, want daar gaan we een TikTok video opnemen. Dat vonden we wel leuk. En we zijn er bijna. Wow. Ze vindt het gewoon spannend. Dat ze voor het eerst een video mag opnemen. Ik vind het niet schattig. Spannend. Oh, het is niet meer spannend. Gaat het ons lukken, denk je? Ja. Oké. Bril op je voorhoofd. Oké. Komt hier. Ik hoor de muziek niet. Hij moet even harder. Even overnieuw. Wacht. Hey, het lukte wel. Ja, nou kom. Misschien lukt het nu niet, dan doen we hem overnieuw. Nou. Oh ja. Poging 241. Nee. Nou, laatste poging. Komt ie. Ja. Nee, ik kan dat niet goed. Die is wel heel leuk. Komt ie? Ben je er klaar voor? Ja. Oh. Hij valt van mijn hoofd al. En we zijn weer aan het knuffelen met baby Bodie. Vindt het lekker, hè? Oh. En vindt het allemaal een beetje interessant nog. Bodie. Hallo, scheet. Scheet. Ja, het is een scheetje. Nee. Klein ding. Ja, je bent zo lief. Moet je kijken. Kleine Bodie. Bodie lijkt bij jou op schoot al groot, maar dat komt omdat jij nog veel kleiner bent. Bodie is echt zo klein. Kijk. Dat is mijn hand. Je bent een liefie. Oh, kijk, dit is zo schattig. Hij zit zichzelf te wassen. Cutie pie. Cutie pie. Ja. Yeah. En nu is het tijd om pasta te maken. En ik heb echt trek in pasta, dus dat komt zo goed uit. Dat moet natuurlijk eten even vooraf. Dus soms heb je het gehad en denk je, ja.
Maar hier heb ik echt, echt trek in nu. Oh, ik heb hier zo'n trek in. Zullen we even verder kijken? Hoe noem je het? Wij gaan eindelijk onze film afkijken. Er wordt wel tijd, want we zijn al meer dan een week bezig met één film. Ja. Ja. En lekker thee drinken. Maar ik ga thee zetten. Het was een leuke film, maar wat ik wel vind, als je al heel veel films hebt gezien... Oh, ik denk, wat zie ik nou knipperen voor licht op de televisie? Maar die slinger hangt er nog en dat is zo'n glimmend plaatje. En ik heb net gelopen in de kamer, dus dat beweegt. En daardoor zie ik dus een soort knipperlichtje. Ik denk, oh, hè? Maar goed, wat ik wel vind, als je al heel vaak films hebt gekeken, dan worden sommige films zo voorspelbaar. Ik zei in het begin, hierom gaat het. Klopt inderdaad. En op een gegeven moment, nou, ja, heel de tijd door met de film, kon ik alles al voorspellen. Dus dat vind ik een beetje jammer. Dus je zit eigenlijk dan meer te kijken, klopt het wat ik denk? Dan dat je, zeg maar, in spanning zit wat er gaat gebeuren. Maar goed, Marco is al even naar bed, want ik heb nog geëdit. En nu ga ik ook lekker slapen. Weer veel te laat, maar goed, het is vakantie. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En als je niet geabonneerd bent, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen graag weer. Doei doei!